Ik vind het geen mooi gezicht zo langs de weg. Al die zakken daar hangen. We gaan er natuurlijk geen vuilnisbak van maken hier in het Westland. Om aan lantaarnpalen ringen te gaan hangen en daar zakken erbij te doen. Ik zou dat niet willen. Maar het gaat wel gebeuren. Dit is hoe het Westland er vanaf september ook uit zal zien. De grijze bak wordt nog maar 1 keer in de 3 weken opgehaald. En het overige plastic vuil kan aan de paal. We hebben er bewust voor gekozen om het zak op te gaan halen in zakken. Omdat de testresultaten ook in Nederland uitwijzen dat dan je de beste grondstoffen op kan halen die zuiver zijn en die daarna weer heel goed herbruikbaar zijn. Een van de gemeenten in onze regio waar dit al gebeurt is Kaag en Braassem. Zo. Elke dinsdag moeten de zakken voor 7:30 aan de paal hangen. Het enige nadeel is dan wij natuurlijk uit het raam natuurlijk regelmatig natuurlijk tegen een berg vuil aan kijken. Maar ja, voor de rest wordt het elke week opgehaald. Nou, het bevalt ons prima. Ik heb liever dat ze aan die paal hangen als dat ze losstaan, want dan iedereen kwakt hem er maar bij. Dit is veel netter. De grijze bak die hoeft maar eens in de maand naar voren toe en... Ja, en er mag gewoon heel veel in. Melk pakken, soep blikken, van alles kan erin. Maar de Westlanders hebben nog steeds hun bedenkingen. Want de kans dat vogels of katten ze open gaan trekken, wordt denk ik wel heel reëel. En dan wordt het echt een rotzooi op de weg. Nou, de ervaringen leren in Nederland dat het niet zo is. Op het moment dat ze gewoon schoon plastic, blik en drinkkarton in zitten, dan komen daar gewoon weinig ongedierte op af. Het hangt een paar uur aan de paal en daarna wordt het weer opgehaald. Nou, een paar uur aan de paal. In Kaag en Braassem weten ze dat dat niet altijd goed gaat. Er zijn mensen die ze op zondagavond al neerhangen. En ja, dat hoeft voor mij niet. We hebben ook wel eens dat het een week hangt. Tip voor de Westlanders dus. Hang de zakken straks op de ophaaldag zo laat mogelijk aan de lantaarnpaal.